Heb je wel eens dat je melkchocolade eet en dat je een hapje neemt en dat je dan meteen denkt, ik wil eigenlijk nog wel een hapje en dan nog één en dan nog één. En voor je het weet, eigenlijk bijna ongemerkt, is die hele reep chocola op. Bij pure chocola is dat veel minder. Wat is nou het verschil tussen melkchocola en pure chocola? Dat is de dooreetfactor. Van melkchocola heeft een hele hoge dooreetfactor. Je eet er heel snel heel veel van. Pure chocola heeft minder suiker, is wat sterker van smaak, blijft langer op je smaakpapillen hangen. Die heeft een lage dooreetfactor. Er zijn heel veel producten die je kunt kopen die een hoge dooreetfactor hebben en daar eet je al snel veel te veel van. Chips is ook zo'n goed voorbeeld. Je gaat zitten op de bank, bijna ongemerkt eet je zo dat zakje chips achter elkaar leeg. En dan denk je, shit, ik heb nou toch weer te veel gegeten. Probeer dus in je voeding, als je wil afvallen, probeer de producten met een hoge dooreetfactor te vermijden. En producten met een hoge dooreetfactor zijn vaak de producten die fabrikanten maken. Dus dat zijn vaak bewerkte producten. En fabrikanten doen het precies zo, omdat ze de receptuur zo maken dat je er juist heel veel van wil dooreten. Ze doen precies het juiste recept met voldoende zout, voldoende suiker, in combinatie met vet. Zo dat je smaakpapillen denken, oh, ik wil hier meer van. En jij daar eigenlijk van blijft eten zonder dat je het wil. Kies als je wil afvallen dus liever voor producten met een lage dooreetfactor. En dat zijn de pure en onbewerkte producten. Dus bijvoorbeeld pure chocola, maar ook fruit en groenten, volkorenbrood, dat soort producten. Daar eet je gewoon vanzelf wat minder van.